gaat fout. Hallo kijkers van Tiddly Games. Tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. En vandaag, je ziet het goed, ik heb eindelijk weer eens een camera. En vandaag ook de reactievideo. Eindelijk, Tigo. Want 3 maanden geleden had ik deze video geüpload met een aankondiging voor een reactievideo. Maar de reactievideo kwam nooit online, want 2 dagen daarna ging mijn camera kapot. Superleuk! Oké, even snel tussen de video door. Ik laat even zien wat er met mijn oude camera was. Oh, eerst de batterij erin. Natuurlijk! Ik laat even snel zien. Dit is mijn oude camera en als je hem aanzet... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just can't get into it because they would never understand. Ja, dit gaat dus nog een tijdje door. Na dat tijdje komt er dus een piepje in beeld. Ik zie jullie wel als piepje komt. A few moments later. Oh, piepje is er. En dan komt er lensfout. Hartstikke leuk. Dus we gaan verder met de video waar het stukje waar jullie net waren. Dus vandaag heb ik een nieuwe camera. Ik vind hem best goed. En als je me nu net dit zo ziet, kijk, ik kijk nu in het schermpje boven de camera. Dus ik probeer een lens te kijken, maar ook kijk soms erboven. Dus daar moet ik er even aan wennen. Maar zoals net al zei, de reactievideo. En ik wou een andere draai aan geven dan andere reactievideo's. Ik wil gewoon naar buiten op random plekken. Weet je, je ziet het wel. In ieder geval, laten we beginnen met de eerste reactie. Oh ja, trouwens, de reactievideo is 3 maanden geleden geüpload. Dus er zitten heel veel oude kijkers ook gewoon nog tussen alleen. Toen had ik nog 800 subs, 700 zelfs. Laten we beginnen. En de eerste reactie is van Lola Dora en die zegt... Yo, wanneer komt die reactievideo? Reactievideo. Nu. Of gisteren, als je hem de volgende dag kijkt. Of een paar dagen geleden, als je een paar dagen later kijkt. Of een jaar geleden, als je het volgend jaar kijkt. Weet je, laat maar. Hij is er nu. Volgende reactie. Maar voor de volgende reactie vind ik dit een beetje saai. Weet je, we gaan naar een andere locatie. Wow. Dit is een coole plek. Nee. En deze reactie is van Edit For You en die zegt... Hoe lang heb jij je beugel al? Ik heb helemaal geen beugel meer. Oh, je wordt je moe van de bukken. Oh, even zo zitten. In ieder geval van toen ik de reactievideo aankondiging ging maken. Toen had ik nog wel een beugel, maar nu niet meer, want mijn camera ging kapot. Zo lang geleden. Ik word echt moe van dit bukken. Wacht, kan ik hem ook zo zetten? In ieder geval, ik heb mijn beugel niet meer. Die is er nu al uit. Eigenlijk heb ik nog niet eens een jaar gehad. Dat is best wel snel. En laten we gaan naar de volgende reactie. En de volgende reactie is van Diliwar Mohammed en die zegt... Waarom upload jij niet vaak? Vroeger uploadde ik niet vaak omdat ik echt goede, lange, bewerkte video's wil maken. Echt gewoon waar je echt heel lang mee bezig was. Tegenwoordig maak ik ook wel iets kortere video's, maar ook al met veel geëdit. Maar deze periode heb ik weer niet geüpload omdat ik ziek was. En niet zomaar ziek, maar echt... Ziek. Ja, zo ziek, ja. Echt ziek, man. In ieder geval, daarom had ik dus deze week niet geüpload en vorige week. Maar ik heb nu een nieuwe camera, dus ik krijg weer veel uploaden. Dus laten we gaan naar de volgende reactie. Woep. En de volgende reactie is van Jonathan Silk en die zegt, maak een fake prank. Dreiger, waar ben je nou? Yo mensen, wat Tigo's Tuber. Het is echt super de puper eng. Ik zit weer in het bos waar de bedreiger zat. En ja, vandaag gaan we natuurlijk de bedreiger pranken. Dat is echt de ultieme video. Views, geld. Maar ik bedoel, ik doe het niet voor het geld. En oké, de bedreiger moet dus hier ergens in het bos zitten. Oké, ik zie jullie als ik hem gevonden heb. De bedreiger die echt bestaat hier zo. En niet een vriend of zo. Oké, laten we gaan. Oké, jongens. Volgens mij zag ik hem achter deze boom hier zo. Ik ga kijken, ik ben super bang. Oh, wacht, ik mag niet hard praten. Ik ben super bang. Oké. Hoi. Oh, hij is hier niet. Oké, volgende boom. Het foutje. Oké. Dreiger. Hallo. Hey, Tutsjoe, hoe gaat het, hé? Oké, super eng. Hey, bedreiger. Yo, man. Oké, nu komt hij. Oké, nu ga ik jou pranken, oké? Ja, oké. Oké. Ja. 3, 2, 1. Zoals jullie zien, het is geslagen. Hij rent weg. Like de video. Ja, is goed zo. I feel paralyzed. Jongens, wat doen jullie? Sorry. En de volgende reactie is van Guus. En die zegt, waarom... Even kijken. Waarom ben je met YouTube begonnen? Nou, sorry hoor. Ik wist niet dat je het erg vond. Oh, dat zijn prikkels. Oké, die scène moet overnieuw. Zo, niks gebeurd. Oké, ik ben er denk ik overheen. Volgende reactie is van This Kevin Time en die zegt, hoe oud ben jij? Ik ben 15. En ik zie wel aan je dat je het niet gelooft. Dat is wel waar. En de volgende reactie is van Daypol. Man, kan ik me daar mijn lach niet in houden. En die zegt, liever 84 miljoen abonnees en een inkomen van 240 miljard euro per dag. Of
af. Een dinosaurus achter je aan die je wil opeten. Dat is echt zo'n vraag waarvan je denkt, dat is toch logisch? Natuurlijk een dinosaurus achter je aan die je wil opeten. Dat is toch logisch? Dat wil ieder... En de volgende reactie is van Edit For You. En die zegt, wat is je doel om te bereiken met YouTube? Nou, dat doel. Dat lukt me nog niet echt. Ik heb mijn doel nog niet bereikt. Maar nu even serieus. Een zere neus. En de volgende reactie is van Dek Pepijn. En die zegt, speel je Pokémon Go? Ik niet, ik vind persoonlijk Sinds wanneer speel jij Pokémon Go? Altijd, ik speel het super vaak, Oké, volgende vraag. En de volgende reactie is van Casper Schelen. En die zegt, aardbei of framboos? Ik vind eigenlijk aardbei veel lekkerder als framboos. Want framboos is zoet. Ja, ik vind zoet wel lekker. Maar framboos is op een of andere manier weer te zoet. Ik weet het ook niet, maar ik zou gewoon voor aardbei gaan. Want aardbei is top. Gaat fout. Views geld. En de volgende reactie is van Jarno Luiten. En die zegt... Oep. Wacht wat? En de volgende reactie is van Michiel van der Linden. En die zegt... Doe de kabouterdans in de boom. Hij stekt jullie tegeling eens. Wakke. Waarom niet? Ongemakkelijk. En de volgende reactie is van Vloggaming XXL. En die zegt, met welk editprogramma ben je begonnen? Ik ben begonnen met Windows Movie Maker. Ja, ik weet, het is een gratis programma. Heel slecht programma zelfs. Maar ik moest met iets beginnen, dus ik begon met Windows Movie Maker. En gaan we gelijk door naar een andere reactie die ook hiermee te maken heeft. En die is van Kingsap en die zegt, waarmee edit je? En nu edit ik met Sony Vegas Pro 13. Ja, ik vind het een heel fijn programma. Dan kan ik zeg maar dit doen. Hey, oh, ik ben hier. En ja, ik kan zeg maar zeggen van... Yo, Tycho. Yo, man. Ja, ik moet gaan later. Oké, later. En dat vind ik dus best wel cool. Dus laten we gaan naar de volgende reactie. En de volgende reactie is van @craftnl en die zegt... Knuffel, de boom of een boom. Maar de boom is veel cooler. Dus let's go. Hoi, boom. Hey, blijf van me af. Smeer, kan jij praten? Al sinds altijd. Waarom mag je niet knuffelen? Ik ben een boom. Maar je hebt toch geen armen, dus... Oh, nee? Lek voor je. Ook voor jou. I feel paralyzed. En de volgende reactie is van Jeremy S. En die zegt, hoe snel klim jij in de boom? Dat moest Jeff testen. I feel paralyzed. Zo, ik ben maar naar binnen gegaan. Wow, hier is het echt donker. In ieder geval, ik ben dus naar binnen gegaan, want ik laat het even zien. Het is donker. Ja, alleen donker video's opnemen is niet zo mooi. Dus ik ben naar binnen gegaan en ik zit nu ook achter mijn pc. Ik wil eigenlijk wel nog wat meer vragen doen, maar ja. Er komt binnenkort nog een nieuwe reactievideo. Dus laat hier beneden je reactie achter. En dan ga ik die misschien wel de volgende reactievideo beantwoorden. Want ja, ik ben heel de dag bezig geweest met de reactievideo. Om goede plekjes uit te zoeken waar ik zeg maar kon filmen. Dus sorry als je reactie niet erbij zat. Ik wou nog eigenlijk nog iets anders gaan doen. Maar dat komt dan in de volgende video. Het is wel iets andere video geworden dan dat ik dacht. Ik wou eigenlijk iets meer doen. Maar ja, het werd best wel snel weer donker. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken deze video. Vond je het een leuke video? Doe een like. Laat hier beneden natuurlijk je reactie achter voor de volgende reactievideo. En misschien kom jij wel een reactievideo. En ik zie jullie later, mensen. En er komen ook sketches en veel meer video's en cosplay challenges en weet ik veel. Ik ben super blij met mijn camera. In ieder geval, nog steeds. Later, mensen.